En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video van mij. Hier op het Chilltrax, de enige echte natuurlijk. En we gaan weer lekker Euro Truck Simulator 2 spelen. Het is maandag, dus we gaan weer lekker het spel spelen. Aflevering 3 alweer. In totaal ga ik 10 afleveringen ga ik eerst even opnemen om te kijken of dat jullie het wel leuk vinden. En inmiddels al aflevering 3. Dus we hebben er nog voorlopig nog 7 te doen. Maar in ieder geval, ja, we gaan al een klein beetje op weg naar, naar het midden alweer. Dus vinden jullie Euro Truck Simulator leuk op mijn kanaal? Laat even een berichtje achter in de comments. En dan komt het allemaal wel helemaal goed. Ik heb weer een route uitgekozen. We gaan vandaag naar Luxemburg gaan we. En ik zou zeggen, jongens, laten we lekker gaan starten. Ik ga de motor even aanzetten. Ik ga even zorgen dat ik genoeg zicht heb. Ik zit een beetje scheef, lijkt het wel. Ik vind mijn eigen... Ja, het is net dat ik een beetje scheef zit. Ik kan moeilijk kijken. Ik moet helemaal uitrekken om mijn... allebei mijn camera's te zien. Oei, zo, dat scheelde echt. Dat scheelde weer echt helemaal niks, hè, jongens. Wacht, ik draai hem even rond, want ik heb... voor mij is het nou last. Nou, dat heb ik toch netjes gedaan. Dat heb ik netjes gedaan, jongens. Dat is niet verkeerd. Nou, we gaan weer, jongens. We gaan weer. Rotterdam. Ja, hij staat op oranje, dus... Ja! Schijt eruit, man! Hij stond op oranje, man! Jongen, kijk weer een of andere bekeuring. Terwijl ik terwijl mijn licht gewoon op oranje stond. Wat is dit voor bullshit? We gaan naar Brussel moeten we hebben, denk ik. Ja, Brussel. Ja, de vorige aflevering waren we ergens naar Frankrijk geweest. Maar wij moeten dus nu weer naar België om naar Luxemburg te gaan. Niks aan, daar hebben we niks aan. En even kijken. Brussel is 128 kilometer. Ik moet in totaal 336 kilometer nog rijden. Oh, ik ga weer te hard. Ja,
plaats. Luik is nog 200 kilometer. En we moeten naar Oesterhout. We moeten nog even ongeveer een ruime 50 kilometer meer rijden om in Luxemburg aan te komen. Dus ja. Lekker gas erop. Wij gaan even doorrijden. Zo, ik zal wel even het licht aanzetten. Dat lijkt me wel handig. Weer een parkeerplaats met een benzinepomp. Dat is wel link gedaan. Dat deed hij weer niet netjes. Op de laatste moment even een oh ja, hier in Luxemburg. Ik moet wel een stukje rijden. Ik ga wel heel erg hard. Rijks. Ik kom denk ik naar Luxemburg. Ik zit te veel op de voorpunt met de... langzamer afstand halen. De afstand is niet echt heel erg groot. Dus je zit een beetje tegen elkaar aangeplakt. En kleven is natuurlijk niet goed. Oei, dat is wel heel krap hoor.
Oeh, wat een krappe weg dit. Ga jij... Ja, ga jij niet op doen. Oké. Volgens mij is het niet de bedoeling wat ik nu doe, maar goed. Kijken hoe ver mijn brandstof is. Dan kunnen we misschien daarna nog eventjes. Dieselprijs. Ja, hij is vol. Mooi. Ja, ik hoef het gelukkig niet zelf te betalen, dat scheelt, hè. Uit en eventjes wat rust nemen. Zo, even lekker een tukje gedaan. Onze klag. Zorg erbij dat je op tijd aankomt. Dus dan moet je ook nog eens rekening mee houden. Dat je op tijd daar aankomt. 3 kilometer dus. Ik ben er bijna.
achtergeladen volle lading. Als ik hem nou gewoon zo heel netjes omheen ga. Zo. Het gaat er zo weer heel netjes op. Dan is het op zich echt heel aan het handje. Nemen gelukkig. Luxemburg. Parkeerplaats die kant op. Nou, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon lekker door tussen. Kijk, zo rijdt het het lekkerste hoor. Vind ik. Ik vind het ook dat je het allerlekkerste zo rijdt. Op je gemakkie. Maar goed. Het zijn
allemaal enge bochtjes, dus ik kan niet echt hard rijden. Zo, het is een beetje druk hier in Luxemburg. Ga eens even door, joh. Even kijken wat voor maand. Ja, deze. Nou, ik vind toch dat ik het netjes gedaan heb. Hoppakee. Ah, te laat. Jammer. Hoppakee. En ik ben al op level 3 ben ik inmiddels al. Eens even kijken, hoeveel heb ik in totaal? Brandstof, afgelegde dingen, benodigdheden, 13 uur en 56 minuten. Zo. En dan kan ik weer iets doen. Waardevolle vracht gaan we doen. Ik ga het gewoon dit net zo lang doen tot alles een beetje gedaan is. Dus, ja, kijk, we hebben alweer een lekker bedragje erbij bij 14k als ik het goed heb. Voor al die ritten die we gedaan hadden. We zijn toen met 100.000 begonnen. Dus ja, level 3 al. In ieder geval, dit was de aflevering voor vandaag. Ja, we gaan later gewoon weer lekker verder met Euro Truck Simulator. Want we hebben nog heel veel afleveringen hebben we nog. Dus we kunnen nog lekker heel veel rijden in Euro Truck Simulator. Bedankt jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En tot de volgende aflevering hier bij Euro Truck Simulator 2. Doei!